Standing in a glass bowl at the end of a black hole, cold, lost and upside down. Yo beste kijkers en welkom bij een nieuwe uitzending van Lost Buildings. Vandaag wel een hele speciale. We zijn weer in België. En we staan nu voor een verlaten mijnschacht. Het hart klopt ons beide in de keel, maar we gaan hem exploren. Oh, dat is echt episch. Wow! Oké. Okay. We zijn nu een meter of vijf de mijn binnen en dit is echt een vette locatie. Hou het goed vast, zie je het? Ja. Oh, nu zie ik helemaal niks meer. Ja, kijk dan. Zie je goed? Het is hier ook een stuk kouder. Hier hebben we de eerste schacht naar rechts. Ja, kijk, dat touw dat kunnen we eventueel volgen om terug te komen. We gaan wel dieper als eerst, maar we willen wel 100 likes op deze video, of niet, pap? Ja, meer dan 100. Ik zie het echt helemaal. Ik voel nog steeds het hart in mijn keel klappen. Ja, ja? Ja. Wow. Een klein indrukje te geven, zie dit gebeuren als ik de batterij uitdoe. Holy shit. Ik zie echt helemaal niks. Ik denk dat het een stang was, maar bij de treinkarretjes naar boven werden gehezen. Het was dus een oude steenmijn, begin 1900. Rond 1900. Dus die is nu ongeveer 100 jaar gesloten. Ja. Ja, heel gaaf. We gaan dieper. Kijk, de hele lijn die ligt gewoon helemaal tot onder de toe. Echt gaaf. Dus als we er niet uitkomen, die lijnen hebben we altijd nog. Verder vertrek. Ja. Oké. Je ziet hier de rails nog liggen. Ja. En de lier waarop de katrol vast zit. Naar boven, hier. Oh ja, dat is echt gaaf. Ik loop hier een draadje overheen. Dit is het tweede vertrek. Ja.
Vroeger gebruikt voor straatsteen en metselsteen. We gaan dus nu echt heel diep voor jullie mensen. Hier zie je onze lifeline. Niet super dik, maar super diep. Een stuk verder. Als je even bij schijnt. Ik hoop dat het hier is. Godverdomme, is het nog steeds net? Ik denk dat dit het wel was, Siert. Ik denk dat ze dit bedoelen met 200 meter lang. Dat is wel een wiskinder. Helemaal tot onder aangekomen. Ik vind het echt wel een aantal lijf staan. Dit is wel een van de vetste locaties. Het is hier best koud. Hieronder. We zijn hier in een zijingang. We gaan niet te ver, want er ligt hier geen draad. Dus we moeten niet verdwalen. En je ziet hier heel mooi de steunpilaren die zijn blijven zitten. Zodat de boel niet instort. Het zijn grote stukken die ze niet hebben uitgehakt. We zien je weer boven. Yes. We zijn nog niet halverwege. Het loopt hier best wel stijl op. For you.